iedereen wil ik allereerst natuurlijk hartelijk welkom heten. Er zijn al een aantal leden de hele dag hier. Dat zijn de jongsten en al onze vrijwilligers. Ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten als voorzitter van de vereniging bij onze jubileumdag. 40-jarig bestaan van de reddingsbrigade Veghel. 1976, sommigen kennen het jaartal niet eens. Maar 1976 zijn we hier begonnen in het zwembad in Veghel. En ja, dat doen we dus al heel veel jaren met heel veel plezier. Eerst alleen in het zwembad en sinds eigenlijk 10, 15 jaar zijn we ook buiten het zwembad steeds meer te vinden. Bij waterevenementen hier in Veghel en omgeving, waarvan alles georganiseerd wordt. Ook sinds een paar jaar natuurlijk hier op de Noordkade, waar wij natuurlijk te gast zijn. En voordat we dadelijk echt met de demonstraties gaan beginnen, wil ik ook even een speciaal woordje van dank. In ieder geval aan de wethouder. Mevrouw Brouwer, van harte welkom namens BMW aanwezig. Ook zeer geïnteresseerd altijd om bij ons te komen kijken en ook ons een warm hart toe te dragen. Waarvoor dank. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gekozen om de demonstraties en onze dag hier te laten plaatsvinden. Want er zijn natuurlijk een aantal verenigingen en bedrijven die ons een warm hart toedragen. En die wil ik toch even apart benoemen. Hier op de Noordkade zijn dat in ieder geval industrie geweest die ons zeg maar gesponsord hebben. Daarnaast de afzakkerij. De afzakkerij waar we nu met z'n allen voor staan is ook een bedrijf wat ons wilde steunen. Omdat we natuurlijk met het water te maken hebben. De Albert Heijn in Veghel heeft ons ook voorzien van de nodige lekkernijen en voor al onze leden en kinderen om de dag voedzaam door te komen. Slagerij Pennings heeft ook een fantastische bijdrage geleverd. We hebben een speciaal lukkussen gekregen van Tim Tom. Die hebben daar ook een heel mooie bijdrage aan ons geleverd. Daarnaast de kleding die ook gesponsord is door MJM Wear. De reddingsbrigades uit de buurt, speciaal te noemen de reddingsbrigade Ude en de reddingsbrigade Os, hebben hun materieel beschikbaar gesteld aan ons, helemaal voor niks. De Gaffert, een lokaal kraanbedrijf voor speciale transporten, hebben ook onze boten in het water gelegd. En vanavond gaan zij ook weer in hun vrije tijd ons helpen om die boten eruit te krijgen. En LG van Mari van Nuenen, ook hier bekend op de Noordkade, gaat ons vanavond ondersteunen tijdens onze feestavond. En de basisschool De Kring in Schijndel heeft ons geholpen met het drukwerk. De boot die je nu het dichtst bij ziet, dat is een R2, dat is een hele snelle boot waarmee op grotere wateren heel snel bereik is bij slachtoffers. De patrouille die nu uitgevoerd wordt zijn het laten zien van een aantal zoekslagen. Wij moeten natuurlijk patrouille varen. Elke bemanning aan boord bevat een schipper en een minimaal één opstapper. De schipper is verantwoordelijk voor de boot en de opstapper is verantwoordelijk voor de zorg aan het slachtoffer om te kijken van waar bevinden zich bepaalde situaties waar actie op gewenst is. En van daaruit kijken wij waar er hulp geboden moet worden. Ondertussen wijst de opstapper, die wijst aan waar het slachtoffer is en houdt het slachtoffer in de gaten. En dan varen ze naar het slachtoffer toe. Zoals je ziet, de opstappers wijzen naar het slachtoffer. De schippers zorgen ervoor dat zij langs zij varen en zo snel mogelijk contact proberen te krijgen met het slachtoffer. Zoals je ziet wordt het luikje geopend bij de tint zilver. Er komt een bergingsbrancard naar buiten. Daar wordt zo meteen het slachtoffer ingelegd. Die bergingsbrancard is heel belangrijk om een slachtoffer ook te stabiliseren en eventuele reanimaties te starten. Zoals u begrijpt heeft het altijd heel veel impact op onze mensen, conditioneel gezien, want er wordt behoorlijk wat gewerkt.
camera's aan boord met allemaal golven, met slechte weersomstandigheden, een reanimatie uitvoeren. Daarna nog zorgen dat het slachtoffer veilig op de kant komt en dan terug over te dragen aan de ambulance die natuurlijk ondertussen gewaarschuwd is via de centrale post of de meldkamer. U ziet ook dat er blauw licht gevoerd wordt. Onze mensen worden ook opgeleid om met de optische en geluidssignalen deze werkzaamheden uit te mogen voeren. Dit geeft natuurlijk geen vrijheden van de wet, maar de wet wordt daarmee wat opgerekt om op de juiste manier en zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Kijk, er wordt op de kant al werkruimte gecreëerd. Dat hoort natuurlijk ook zo. Omstanders zijn altijd heel nieuwsgierig. We hebben bij elke 112-melding komen er natuurlijk mensen kijken. Heel normaal, want je wil toch altijd weten van welke buurtbewoner is het. Of is het een collega die van een plezierbootje te water is geraakt. Of in een golf bijvoorbeeld onwel is geworden. En of, net zoals hier, op een feestje op de Noordkade in het water gevallen is onder bepaalde gemoedstoestanden. En dan kan het toch zo zijn dat die persoon geholpen moet gaan worden. Er wordt hulp verleend vanaf de kant om samen even die bergingsbrancard op de kant te krijgen. Nu moet er verder eerst de hulp verleend gaan worden op de kant. En dan zie je ook dat het werk nog niet klaar is. Want er zal verder hulp ingezet moeten worden in de vorm van bijvoorbeeld op dit moment de reanimatie. Omdat de slachtoffer geen adem meer haalt. Zoals u ziet, voordat er überhaupt geblazen of gepompt gaat worden, zoals we dat in de volksmond zeggen, zie je dat er hulp ingeschakeld wordt om 112 te bellen. En dat ze de reanimatie gaat. Natuurlijk wordt er ook een AED dan opgehaald. En die AED die moet van een plaats komen die of via 112 gealarmeerd wordt, of via de omliggende bedrijven aangereikt wordt. Ook hier op de Noordkade zijn een aantal locaties waar een AED aanwezig is. En daar krijgen wij dan een seintje voor om die te gaan gebruiken. Nou, zoals je ziet, er is een verzoek gekomen vanuit de meldkamer om het slachtoffer wat nu op de kant ligt, om die te gaan verplaatsen. Want hier kan de ambulance op dit moment niet komen. En wordt het slachtoffer wordt getransporteerd aan boord. Zoals jullie zien wordt het nu in scène gezet en verder uitgevoerd. Het slachtoffer gaat aan boord opnieuw. Dan gaat dus verder met de reanimatie. En gaat de schipper zorgen dat ze naar de juiste coördinaten die doorgegeven zijn via de GPS op die locatie afgegeven worden. Ja, aan boord. Ja, maar. En klaar. Boten komen aanvaren, krijgen signaaltjes wat ze moeten doen vanaf de boot. Zoals u ziet vindt dat met handgebaren plaats, dat ze de handen onder water moeten houden. Slachtoffer moet zich proberen boven water te houden met het hoofd, ook al kost dat zijn uiterste inspanning. Koelen heel snel af. Onze mensen hebben nu ook een wetsuit aan. De exacte watertemperatuur was vandaag 15 graden. Dus u begrijpt dat het toch heel koud is. En een gemiddelde lichaamstemperatuur is 37, dus dat gaat heel snel met afkoelen. Contact wordt er gemaakt vanaf de boot met een contactmakend reddingsmiddel. En via de geëigende kanalen, de zijkant van de boot, of via het trappetje, wordt het slachtoffer binnenboord gehaald.